Hij was heel duidelijk met zijn pizza, ja. Voor de rest heb ik niet gehoord. Toen ik te horen kreeg, ik ga tegen Zimmerman vechten, heb ik gelijk een pizza besteld. Ik zeg, die man is... was een gebouw. Hè? Die jongen had veel woorden, hij wil komen verknokken. Dus ik hoop dat hij die mentaliteit ook in de ring brengt, dan komt het goed. Dan heeft het publiek niks te missen. Want dan gaat hij gegarandeerd onderuit. Ik heb Zimmerman ook bijgewoond bij de A1. Ik heb hem daar in actie gezien. En ik kan hierbij vertellen, rustig aan, ik ga hem op pensioen sturen. Het is genoeg voor hem. Zijn enigste positieve kant is zijn ervaring, maar meer heeft hij niet. Hij zit nu met die touwtjes te slepen en ik kom ze afknippen voor hem. Ik hoop alleen dat je die karakter ook in de ring brengt, daar komt alles voor. Ik weet normaal gezien, in zijn ogen ben ik een pannenkoek. Ik zal dat ook zo bekijken als ik 100 partijen heb. Maar geloof mij, niet veel mensen kunnen doen wat ik doe. Mijn handen gaan ze dingen doen. En als je pech hebt, is het mijn rechtse scheen. Zware knockout. Zwaar. Moet. Ik moet even terug op de kaart zetten. Mensen moeten weten wie ik ben. En ik hoop dat die ring stevig genoeg is. Want er komen twee zwaargewichten in de ring en eentje gaat heel hard vallen. Dat garandeer ik jullie. Broer, train hard, want ik kom jouw knockout slaan, vriend. Derde, tweede, eerste ronde, ik weet het niet. We gaan tot de dood. Ik zie je 15 september, broer. Nou zijn ze nog niet ingerept, maar wanneer zijn ze ingerept, broer? Salam alaikum.